In deze video ga ik Chinese fastfood laten zien. In Amerika hebben ze heel veel fastfoodketens en ze zijn heel erg apart. Ik heb er niet zo heel veel over te zeggen, dus laten we Chinese fastfood gaan halen. Can I please have one side of chow mein? Okay. And one order of veggie spring rolls? That's all. Okay, 476 on the window. Thank you. Okay, thanks. Thank you, have a good day. Thank you, you too. Lekker. Nou, ik ben weer thuis en ik heb mijn Chinese fastfood bij me van Panda Express. Zoals je kunt zien staat het hier op de zak. En wat ik heb gekocht is, het is niet heel erg veel. Ik heb best wel honger, maar ik denk dat dit wel genoeg zal zijn. Ik heb chow mein. Dat zijn gewoon noodles. En veggie spring rolls. Sweet and sour saus. De zoet-zure saus. En ik heb een fortune cookie. Deze, dat is altijd het leukste. Oké, ik ga beginnen met de chow mein. Dat is dit. En dit is dus gewoon mee, maar dan toch ietsje anders, want volgens mij is het gefrituurd of gebakken mee of zo. En er zitten stukjes, hoe heet dat, groente in. heel erg lekker. Zelf vind ik dit ontzettend lekker. Dus ik heb er zoveel zin in en het ruikt heerlijk. De box is best wel makkelijk om open te maken. Je drukt er gewoon even naar links of naar rechts en dan trek je hem naar achteren. Zo. Er zit meteen wat op mijn duim. Het ziet er lekker uit. Aan de ene kant ziet het er lekker uit, maar dat komt omdat ik het kan ruiken. Maar aan de andere kant ziet het er ook wel een beetje raar uit. Alsof het gewoon darmen zijn of zo. Sorry. Nou heb ik er al geen zin meer in. Ik gebruik mijn eigen vork, want ze was vergeten er een vork bij te doen. Maar dat maakt niet uit. En nogmaals, het ruikt ontzettend lekker. Het heeft een beetje een rare kleur nu dat ik erover nadenk. Het is niet echt typische mee, vind ik. Maar misschien komt het omdat het gebakken is. Dit is echt zo ontzettend lekker. Het is niet zo heel erg warm. Het had iets warmer gekund, wat mij betreft. Maar ik heb ook helemaal naar huis gereden eerst. Maar in principe, ontzettend lekker. En zoals je kunt zien hebben ze hier groenten. Nou, dat is het een beetje lastig, want ik weet hoe dit heet in het Engels, celery. Maar ik kan zo snel even niet op het Nederlandse woord komen. Maar goed, celery dus. En gewoon kool. Dat is het volgens mij. Oké, en ik wil dit dus ook proberen. Ik heb laatste keertje op internet gelezen dat deze fastfood Chinese doosjes dus eigenlijk een bord moeten zijn. Dus als je deze gewoon helemaal openvouwt, dat het een bord wordt. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ben eigenlijk echt bang dat het gewoon allemaal uit elkaar valt. Dus op internet heb ik dat echt gelezen. Dus ik weet niet of het nep was of gewoon dat ze een grapje maakte of zo. Maar ik ga het proberen. Hier op de zijkant zie ik, ja, het zit best wel los hier. Dus misschien als ik deze even los scheur van deze kant. De andere kant. Ik wil het voorzichtig doen. Ik wil niet dat alle mie overal naartoe vliegt. Wauw. Oké. Dus ik doe dit. Oh, deze moet je er ook nog even vanaf halen. Zo. En dan aan deze kant doe ik dat ook natuurlijk. En nu, als ik denk ik aan deze twee lipjes trek. Wauw. Het is gewoon een bord. Het lijkt op een spaghetti monster. Wauw. Dit. Ik had echt geen idee. Ik las het op internet en ik dacht, nou, dat zal wel niet. Maar het leek me wel leuk om te proberen. Wow, een hele nieuwe wereld gaat gewoon voor me open. Dus je krijgt er gewoon een bord bij. Hoe geweldig is dat? Nou, nu kun je het dus iets beter zien. Dus dit is mee met groenten. Lekker. Oké, het volgende wat ik ga eten zijn de lumpia's. En hier bij Panda Express noemen ze dat veggie spring rolls. Het zakje is zo leuk. Nou, zo ziet een veggie spring roll eruit. En wat ik altijd lekker vind is, ik dip hem in deze zoetzure saus. En bij Panda Express geven ze altijd een warme zoetzure saus. Dus deze is warm. Tenminste,
Het moet warm zijn. Het is redelijk warm. Zo ziet de saus eruit. Ik wil hem niet naar voren leunen, want dan valt het er allemaal uit. Maar goed. Dus ik pak een lumpia en ik dip hem in de saus. Oh. Ik ben echt zo'n sausmens. Ik hou ontzettend veel van saus. Oh, het ziet er zo lekker uit. Het ziet er lekker uit, omdat ik weet hoe het smaakt. Maar eigenlijk ziet het er een beetje raar uit. Oké, hier gaan we dan. Mmm. De saus is niet heel erg warm, omdat het een beetje afgekoeld is, maar op zich is het lekker. De lumpia is een beetje zacht. Hij is niet zo knapperig als dat ik hem wil, maar het smaakt lekker, dus dat is zeker goed. En dit zit erin, dus nou ja, kool, worteltjes, verder weet ik niet wat erin zit, maar in ieder geval groenten. Ik neem nog een hapje. Dit vind ik altijd het leukste, als je al een hapje hebt genomen en dan dip je hem weer in de saus. Het double dip. Lekker! Mm. En we zijn bijna bij het einde aangekomen. En zoals de traditie hier in Amerika, volgens mij, krijg je een fortune cookie bij je Chinese eten. Maar ik zal het even openmaken. Zo ziet een fortune cookie eruit. En wat je dus doet, is je breekt hem door midden. En daar binnenin zit een stukje papier met tekst erop. En er staat dan een wijze spreuk op. En dat zou dan iets over je leven moeten zeggen. Dus ik ben benieuwd wat erop staat, oké? Ik ga hem openmaken. Oeh. Hier zit dus een stukje tekst op. En wat staat erop? Make use of your finest talents. Dus, het zegt, als je talenten hebt, gebruik ze dan. Nou, dat vind ik best wel een goede wijsheid. Dus dankjewel, Fortune Cookie. En ik zal nu de fortune cookie eten, want dat is het allerleukste. Je kan deze dus ook gewoon opeten. Het smaakt een beetje als een koekje. Ze zijn altijd wel heel lastig om te eten. Hm. Ja, het smaakt als een als je een ijsje eet en dan het hoortje daarvan. Dus het hoortje van een ijsje. Daar smaakt dit naar. Heel erg lekker. Nou, dit was mijn Chinese fastfood keten video. Ik hoop dat je het leuk vond. En zoals altijd, de vraag van vandaag is: als jij een fastfoodrestaurant naast je huis had en je mocht kiezen wat ze daar verkochten, wat zou je dan willen dat ze verkopen? Ik persoonlijk zou heel graag pannenkoeken willen hebben, want soms heb ik enorm veel zin in pannenkoeken, maar het duurt altijd zo lang om ze te maken. Het zou wel heel erg handig zijn als ik dan gewoon eventjes naar het restaurant kon gaan en ze kon kopen. En eten natuurlijk. Dus vergeet natuurlijk niet je antwoord onder deze video in de reacties te zetten. En geef een duimpje omhoog en dan zie ik je in de volgende video. Doeg!